Ja, dan gaan we het nu hebben over food trucks. Nou, het is niet een heel onbekend begrip, want je hebt tegenwoordig ook food trucks festivals. En straks in bij de proefeten in Enschede, dan staan er ook wel enkele. Maar hier in Oost is er ook een en die wordt beheerd door Katinka Durkstra. Je hebt de foodtruck Little River Café. In Weijen. In Weijen dan, oké. Okay. Ja. Maar het was eigenlijk een project van de gemeente Oost-Weijen, want het moest eigenlijk aan het water. Hè? En dat van jou, dat is op wielen. Ja, klopt. Maar ik heb aan de gemeente gevraagd of ik eerst een paar jaar rollend mag, om een goede indruk te krijgen van de locatie. Ja. Hè, voordat je echt gaat investeren, en ik werk met crowdfunding, moet ik toch de boel in kaart kunnen brengen. Voordat je echt ja, de diepte ingaat, ja, zeg maar. Precies, ja. Maar ze hebben jou ook het project gegund. Zo moet je het ook zien, hè? Ja, ik heb twee fasen geschreven. Dus fase 1, dat zijn we nu aan het doen. En fase 2 is dan de drijvende locatie. En ik ben heel blij dat ik de ruimte gekregen heb, inderdaad. Ja, ja. Zeker. Want heb jij op zich wel iets met het water? Ja, ik zelf vanaf mijn 19e. En ik heb altijd gekookt aan boord van zeilschepen. Ah. Zo heb ik het vak eigenlijk ook geleerd. Ja. En ik woon nu met mijn schip. Ik ben met mijn schip daar ook in de haven. Ja. En ik verblijf de hele zomer aan boord. Dus het is een way of life. Ja. En die truck die heb je dus gewoon zelf moeten aanschaffen? Ja, ja. Alle investeringen zijn voor mijzelf. Voor de ondernemer dan. Mm-hmm. En die heb ik tweedehands natuurlijk gekocht. Of hij is waarschijnlijk al veel meerdehands. Ja. En die heb ik opgepimpt. En daar heb ik ontzettend veel plezier mee gehad. Ja. Ja. Want daar moet natuurlijk dan ook een keuken in gebouwd worden, toch? Ja, maar dit was officieel een kibbelingbakwagen. Oh. Dus de bakwand zat al in en functioneert top. Ja. En daar heb ik allerlei koeling en toestanden omheen gebouwd. Ja. Ja. En hoe loopt het nu? Ik bedoel, want je bent nog niet zo heel erg lang begonnen, hè? Ik ben een maand bezig nu. Ja. En je bent enorm weersafhankelijk. Dat is even wennen. Maar op de dagen dat de zon schijnt, loopt het echt fantastisch. Ja? En wat voor reacties geven mensen dan? Nou ja, ze vinden de sfeer echt prettig en bijzonder. En het biologische, want dat is de insteek, vers en biologisch, dat waarderen ze gewoon waanzinnig. En daar ben ik echt heel erg blij mee. Ja, want dat is iets wat jij zelf altijd al deed, dat biologische? Of, Voor mezelf wel. Ik eet al heel lang geen vlees en ik probeer gezond te leven. Mm-hmm. Maar voor mijn keuken is dit de eerste keer dat ik het ook echt helemaal naar buiten breng. Ja. Omdat het ook bijna niet meer anders kan in deze tijd, vind ik. Maar is het ook iets seizoensgebonden? Ja, ja, ik sta het vaarseizoen. Hè? Dus april tot en met oktober mag ik staan. En misschien in de winter een pop-up restaurantje of iets speels in de sfeer van. En wat is jouw specialiteit? In biologische koken? Ja, nou ja, eigenlijk gewoon het dagverse, het vega misschien ook wel. Ik maak een hele fijne falafel, wat dan enorm geapprecieerd wordt hier. En ook het speelse aspect eraan, street food-achtige dingetjes, maar wel zo dat iedereen het begrijpt. Want ik sta wel voor een groot publiek natuurlijk. Ja, ja. Ja. Nou weet ik dat jij 4 kinderen hebt. En helpen die ook wel eens een keer een handje mee? Nee. Nee? Nee, die zwemmen gewoon lekker zo. Ja, precies. Wel lekker in de buurt. Ja, nee. Ik heb nu een hartstikke leuk meisje die een beetje meehelpt. En ik vind het fijn dat mijn kinderen aan boord kunnen zijn terwijl ik werk. Die combinatie. Dat daar ben ik ook gewoon heel erg blij mee. Ja, precies. Maar goed, met dit warme weer moet jij wel koken en achter het fornuis staan. Ja, waanzinnig heet nou. Goed zo. Nou, ik wens je heel veel succes, Katinka. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.